Ik heb sinds februari 2021 een kliniek in Nijmegen. Los en lockdown. Door de coronacrisis hebben veel mensen het zwaar. Zeker de mensen die een eigen zaak hebben. Als je een nieuwe onderneming begint in coronatijd, heb je geen recht op steunmaatregelen van de overheid, zoals de tegemoetkoming vaste lasten en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Geen makkelijke taak dus. Toch zijn er jonge ondernemers die dit aandurven. Zo heeft Wassala Ali Bailey Afrodite Clinic geopend, haar eigen huidkliniek, waar ze onder andere laseronthaaring en zogenoemde peelings aanbieden, aan Plein 44 in Nijmegen. Die drang had ik dus voorheen niet, maar omdat ik zag dat in onze branche dat er toch wat veel dingen veel beter konden, had ik zoiets van, nou ja, dan doe ik het maar. Je kan gaan wachten tot iemand anders het doet, maar je kan het ook zelf gaan doen. In slechts 3 maanden tijd is haar kliniek uitgegroeid van een eenmanszaak naar een bv met 13 werknemers. Ik heb ervoor gekozen om heel klein te beginnen. Mijn moeder heeft een kapsalon, zat wat ruimte achter. Dus ik ben daar eigenlijk een kamertje begonnen. Voor mij was het belangrijkste dat ik kwaliteit had. Dus ik heb echt geïnvesteerd in apparatuur, in mijn kennis, in trainingen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik een stabiele basis had en dat mensen mij vertrouwden en ook daadwerkelijk tevreden waren over de behandelingen. En daarom, daarop kan je gaan bouwen om daaruit te gaan groeien. Kijk, als jij als eerst een heel mooi pand hebt, maar je kan geen kwaliteit bieden, dan zal het na een tijdje stoppen. Want mensen komen uiteindelijk echt voor de resultaten en niet voor hoe mooi iets eruit ziet. Door de lockdown hebben mensen meer geld over voor bijvoorbeeld laserontharing. Zo verklaart Wassala haar groei. Maar spannend was ondernemen in deze tijd wel. Tijdens de eerste lockdown moesten wij wel 2 maanden sluiten. Maar tijdens de tweede lockdown, omdat wij een paramedisch beroep zijn, hebben we daar geen last van gehad. Als ik dicht moest tijdens de tweede lockdown, had ik echt een probleem gehad. Dan denk ik echt van ja, ik neem echt veel risico's. En in hoeverre is het slim om zoveel risico's te nemen? Maar ja, uiteindelijk heeft het me heel groot gemaakt. Maar het had zeker ook mijn afgrond kunnen zijn. De bank was niet bereid om genoeg geld te lenen om het pand en de verbouwing te bekostigen. Er was al wel een deel verdiend achter in de kapperszaak, maar toch moest er nog iets gebeuren. Dus ik heb uiteindelijk gewoon zelf investeerders gevonden. En toen heb ik zelf gekeken van wat is het budget, wat kan ik aan. En ik had realiseerde me ook wel dat we een beetje ver boven het budget gingen. Maar ik had zoiets van ja, het is een investering voor iets waar ik gewoon ja, echt mijn passie uit haal. Dus het was elke cent gewoon waard. En ik had zoiets van ik investeer gewoon wat ik heb en dan komt het wel goed en dat is ook goed gekomen. Wees kritisch op je plan. Daar komt de tip van Wassala aan twijfelende startende ondernemers op neer. Als jij, laat ik zeggen, sinaasappelen gaat verkopen en er zijn al 3 miljoen bedrijven en er zijn maar heel weinig mensen die het willen, ja, dan schiet dat natuurlijk niet op. Dus je moet echt gewoon goed een plan maken van, ja, is er vraag naar wat ik aanbied? Waar moet ik het doen? Hoe zijn mijn klanten, et cetera? Dus dat je daar echt goed over nadenkt van tevoren. En je moet het ook een beetje in je hebben. Hou er wel rekening mee dat jouw leven echt de onderneming gaat worden.